voor de Facebookgroep Bij de Meren ben ik gevraagd om te gaan vloggen. En daar ben ik er niet aan mee vandaag. Ik ben Hajo de Vries, vlogger voor de Facebookgroep Bij de Meren. En er zou hier een fietstocht langskomen. Iemand heeft een fietstocht georganiseerd en dat wilde ik gaan filmen. Maar er is geen fietser te bekennen. Wel een boel politici hier op het plein. Eens even kijken of we dat kunnen filmen. Oh, er komt nu een ambulance langs, dat is minder prettig. Maar ik hoop dat dat niet met die fietsers te maken heeft. Dat zou niet fijn zijn. Ja, politici, want het zijn gemeenteraadsverkiezingen, die komen eraan. Dus ze proberen mensen voor zich te winnen. Dan gaan we even wat opnames maken. Misschien wat mensen interviewen. Oh ja, dit wilde ik even laten zien. Moet je kijken. Daar ben ik maar niet op zitten. Ik denk, daar zak ik door. Dat is niet fijn. Goedemiddag. Hallo. Allemaal politici, gemeenteraadsverkiezingen. Lokale partij. Nou, zoals jullie zien, is het gezellig druk hier. Ik ben aan het vloggen. Ja, kijk, D66. Ja! Ik ben voor Weidemeer aan het vloggen voor de Facebookgroep. Oh, nou, kijk het te staan hoor. Ja, ja. Hartstikke leuk, hè? Ja, ja, leuk. Vlog even. Waarom moeten we op D66 stemmen? Omdat wij een ontzettend eerlijke rechtschapenpartij zijn. Vol met mensen, hele leuke mensen die echt het beste voor hebben van onze dorpskernen. En wij willen bouwen. Nou, ogen, dat vind ik wel fijn. Voor mijn kinderen bouwen. Ook. Voor mijn kinderen ook. Ik ben moeder van 3 fantastische kinderen. Ja. Die moeten hier kunnen wonen. We hebben er 6 samen. Oh, man. De meeste wonen niet meer hier. Nou, dan heb jij alle recht op willen bouwen. Ja, toch? Ja. Nou, fijn. Succes. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, soms kom je nog wat bekende tegen. Oh, dat gaat door het verlangen. Nu al in zwaar weer. Ik ben aan het vloggen voor de Facebookgroep Bij de Meren. Facebookgroep Bij de Meren. Ze hebben hallo, zo gevraagd. Facebook. Ja. Kijk eens, dus, flyeren. Ja. In de kou. Hij is helemaal niet koud. Ja, het is wel koud. Als je lang staat. Het is 15 graden. Nee. Ik meneer de Kloet, zie ik. Ja. Dorpsbelangen. Dorpsbelangen wil ook bouwen, hè? Jazeker. Ja, ik weet het. Tegenstelling tot anderen. Ja, 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 ja. Ja. Ja, maar ik mag als vlogger geen mening hebben daarover. Nee, maar je mag het ook. Ja, ja, dat is wel. Dat is wel. Ik wens jullie succes met de verkiezingen. Dankjewel. Okay. Nou, toch wel gezellig. Misschien ook nog wat droneopnames gaan maken. Want zouden jullie fietsers zijn? Maar dat zijn helemaal geen fietsers. Dat is heel gek. Oh, VVD is dat. Mag ik jullie wat vragen? Absoluut. Ja. Is voor de Facebookgroep Bij de Meren. Ja. Waarom moeten wij op VVD gaan stemmen? Dat wij voor Nederhorst-Noord zijn. Nederhorst-Noord? Ja. Maar jullie zijn toch voor Bij de Meren? Absoluut. Ja. Ja. Op dit moment staan we in Nederhorst-Noord. Ja, ja. We hebben 49 woningen. Ja. En die zijn broodnodig. Ja. Niet alleen in Nederhorst, maar ook Bij de Meren. Om echt meer gaan bouwen. Ja, ja, ja. Dus er zijn heel veel jongeren die toch een woning zoeken. Ja, absoluut. Ik ben er zelf ook een van geweest. Maar je hebt een woning niet gevonden. Ik heb een woning gevonden, maar wel met moeite. Ja, in Nederland. Dat geloof ik. Maar met moeite. Ja, dus ik heb ook wel eens een woning moeten zoeken. Maar ja. Dat is geen pretje. Nee, dat is zeker niet. wij willen toch hier gaan bouwen. Nou, goed. Dus waarom moeten we op de VVD stemmen? Want wij willen gaan bouwen. Okay. Ja, dankjewel. Fijne dag. Gezellig.